Het ministerie van LVV heeft gisteren samen met het bedrijfsleven 500 voedselpakketten gedoneerd aan het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dat meldt het ministerie in een persbericht. Elk pakket bestond uit groenten, fruit, rijst en melk. Het personeel was verrast met de geste. Het ministerie gaat na of ook andere ziekenhuizen kunnen worden voorzien van voedselpakketten. LVV-minister Robin Permeester vindt dat het noodzakelijk is om elkaar in deze periode te helpen.